Hey, hallo, goeiedag allemaal. Welkom bij het weerbericht van 11 maart. Het is een complexe zaak vandaag. Er ligt een ingewikkeld lage drukgebied boven Europa. Het heeft diverse kernen. Eentje ligt boven Zuid-Duitsland, een andere boven Zuid-Frankrijk en één ligt vlak in onze omgeving. Het is dat lage drukgebied dat trouwens de voorbije dagen in Frankrijk heel veel ellende heeft veroorzaakt en overlast. Wel, dat ligt nu boven onze regio. Dat zal niet meer voor noodweer zorgen, maar toch, het is een moeilijke zaak om daar een weerbericht op te maken en een verwachting op te maken, want het is niet echt duidelijk wat het vandaag allemaal gaat doen. Eén ding is zeker, er komt regen aan, er valt al regen trouwens, en die regen, ja, die gaat ons de hele dag gezelschap houden. Alleen is niet duidelijk waar, hoeveel, hoe lang precies. De diverse modellen hebben nogal wat moeite met het berekenen van dat neerslaggebied. In elk geval, vanochtend ligt dit boven de hele regio. Zowel West- als Oost-Vlaanderen zitten in de regen. De meeste regen valt in Oost-Vlaanderen, daar is het intens. In West-Vlaanderen is het eerder bij tussenpozen, maar ook daar regent het toch wel voldoende. Ook vanmiddag is de verwachting dat dat regengebied nog voor problemen zorgt. In die zin dat ook dan grote stukken van onze regio onder die regen zullen zitten. Al lijkt de voorkeur wel voor Oost-Vlaanderen te zijn. Hoe verder landinwaarts, hoe meer neerslag er lijkt aan te komen. En dat zou daar zelfs tussen de 10 en de 20 liter water per vierkante meter kunnen geven. Hoe meer naar het westen, hoe minder regen. Maar dat wil niet zeggen dat er daar helemaal niks gebeurt. Ook daar regent het vanmiddag zeker bij tussenpozen. Temperaturen zitten wat lager, 9 tot hoogstens 10 graden. Bij een matige noordwestelijke wind, aan zee kan die soms eventjes tegen het vrij krachtige aanleunen. En vanavond en vannacht dan trekt die regenzone geleidelijk aan weg, maar ze blijft nog een beetje haperen. Ook dan zijn er verspreid in de nacht zeker nog perioden met regen en of buien mogelijk. Het koelt niet veel af. Door de wolken blijven we met minima zitten rond een graad of 8. Morgen dan komt een wicht van hoge luchtdruk dichterbij. Niettemin, er passeert ook nog een warmtefront en die storing die zorgt ook nog voor perioden met regen. En ook daar zijn de modellen het niet eens. Sommigen geven die passage in de ochtend, anderen zeggen eerder in de namiddag. Dus ja, het zal een beetje afwachten worden tegen morgenochtend waar die storing precies ligt, om ook daar een verwachting op te maken. In elk geval, het wordt wel zachter. Morgen halen we dan maxima van een 11 tot 12 graden bij een naar west draaiende en nog steeds zwakke tot matige wind. Woensdag, donderdag betere dagen. Woensdag misschien nog een buitje, maar er komen opklaringen aan. Niet al te veel, er blijft veel bewolking hangen, maar het wordt wel flink zachter. Met de zuidwestelijke wind wordt dan veel zachtere lucht aangevoerd, waarbij we maxima noteren van 13, 14 graden. Donderdag lijkt de beste dag van de week te kunnen worden, dan houden we het waarschijnlijk droog, met maxima rond een 17-tal graden en zelfs zonnige periodes. Dan wordt het opnieuw echt uitgesproken lenteweer. Vrijdag en tegen het weekend komen dan weer storingen dichterbij en neemt de neerslagkans weer toe, maar we blijven in erg zachte lucht zitten met maxima van 13 tot 15 graden. Ten slotte schuif ik er nog eventjes de pluim bij. Dan zie je al die stappen. Eerst dus die natte start van de week met vooral vandaag regen en lagere temperaturen. Dan die opwarming richting donderdag met een graad of 17, 18 misschien zelfs op donderdag. En dan een kleine terugval naar het weekend toe, maar wel met weer meer signalen in de onderste grafiek, de grafiek van de neerslagplui. Zo, je bent alvast helemaal gebriefd aan het begin van deze week. Zeker bedankt voor het kijken en graag tot morgen. Dag.